Ja, zo is het inmiddels weer december geworden van dit jaar. Een heel vermoeiend jaar. Een jaar waar we eigenlijk alleen maar terug kunnen kijken naar alle coronaverschijnselen. En dat betekent dat ook onze heemkundekring, de Heerlijkheid Oorschout, duidelijk problemen heeft gehad het afgelopen jaar. Dat lezingen en onze grote exposities niet door konden gaan. En dat betekent een heel moeilijk verenigingsjaar. Maar wel een jaar waar we toch terug kunnen kijken op een toch wel een goed jaar voor ons heen kunnen kijken van weergeefdheid. Dat onze vrijwilligers op ons trefpunt konden blijven werken aan de vele schenkingen die we gehad hebben. Een schenking bijvoorbeeld van al het materiaal van Rinus Kapers, de belangrijkste cineast op het erfgoedgebied in Oosthout. En dat materiaal hebben we kunnen krijgen en verwerken. En zelfs vorige week hebben we van het Amphia ziekenhuis totale bestand gekregen van het Sint-Josef ziekenhuis in Oosthout met 35 archiefdozen die we moeten verwerken tot we nog een breder assortiment krijgen in ons bestand. Het bestand van Heemkundekring die het erfgoed van Oosthout bewaart en duidelijk zorgt dat Oosterhout bewaard blijft ook voor de toekomst, voor de jongeren, dat ze terug kunnen kijken naar een Oosterhout zoals het er vroeger uitzag en met alles wat we daarbij kunnen verzinnen op het gebied van bitprinten, van foto's, aan fotomateriaal moet u denken bij de Heemkundekring als zo'n 80.000 foto's die wij in ons bestand hebben zitten. Vandaar dat wij toch wel erg trots zijn dat die Heemkundekring de Heerlijkheid Oosthout bestaat. Ik wens van deze kant uit aan iedereen. Iedereen die wij kennen en iedereen die Oosthout een goed hart toedraagt. En zeker ook de Heemkundekring de Heerlijkheid een goed hart toedraagt. Wens ik een bijzonder prettige kerstdagen. En denk eraan, 2021 wordt weer een geweldig verenigingsjaar.